Een hele goede morgen, lieve mensen. Zoals jullie kunnen zien, ben ik nu even bezig om mijn was bij elkaar te pakken. Gisteren heb ik het aan de waslijn gehangen. We zijn nog een beetje koud, maar we zijn wel weer fris en fruitig. Dus zoals jullie kunnen zien, de zon is op. En day 20 is about to begin. Halleluja, lieve mensen. Ik heb er weer zin in. Lekker opgeladen. Gisteren maar een paar uurtjes gelopen. Dus vandaag gaan we flink wat kilometers maken. En ik heb nog een grote verrassing voor jullie, lieve mensen. Halleluja. Kom maar lekker met me mee. Oké dan, lieve mensen, zo laten we langzaam maar zeker deze prachtige herberg weer achter ons. Ik heb heerlijk geslapen en echt een paar goede uurtjes gemaakt. Lekker liggen snurken volgens mij. Maar goed, we gaan er weer vandoor. Halleluja, ik heb er zin in, guys. Moet je eens even kijken hoe prachtig het eruit ziet. Searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way. Yeah. Birds jumping and I hear my name. Grasping into a life. Life is happy but it's so insane. We must merely make a start. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a walk. Savannah. We zijn hier in dit fijne cafeetje beland. Ik heb een lekker bakje vloggen genomen, maar wat me opgevallen is, is dat de hele muur hier bezaaid is met allemaal dingetjes die pelgrims hebben achtergelaten eigenlijk. Zodat deze beste mensen kunnen zien wat we allemaal beleefd hebben. En ik dacht heel even, we staan die ene keer dat we naar de kerk stonden en dan een klein sleutelhangetje hebben gekregen van Jezus Christus. Het goede hart van Jezus Christus. En ik dacht bij mezelf, weet ik wat we doen? We hangen deze hierop als een symbool. Dat is de slaaf van de zaken. Leven de koning. Kijk eens jongens. Een mooi plekje. Halleluja. Kijk eens aan jongens. En nou is het gebeurd. Hier blijft precies wat ik doe. De pelgrims hebben gedacht, zeggen die gaan naar huis. Buenos dias. Buenos dias. Dus zoetje spreekt echt een hele hoop mensen. En, het is ontzettend gezellig jongens. Let's go back to when trees were swung. Kids across the lake. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah.
is gewoon wat jij wil. Halleluja. Perfecte regen. Halleluja. We dit mogen meemaken. Halleluja, lieve Vader. Dank u. Dank u voor dit prachtige verschijnsel mogen meemaken. Deze regen. Deze ongekende regenbui. Lieve mensen, het ziet eruit dat we net op tijd de Albergen bereikt hebben. Dus je kan zien, er komt echt een ontiegelijke storm komt eraan. En ik zit lekker binnen. Halleluja. Oké, dan lieve mensen, zoals jullie kunnen zien ben ik hier in deze prachtige Albergen. Oftewel deze prachtige herberg ben ik beland. Alleen we hebben één klein probleem. Ik ben iets over mijn budget heen gegaan en we moeten super snel naar de bank, maar het gaat keihard regenen. Dus ik heb van deze vrouw een fietsje te lenen gekregen en dan gaan we naar de eerste de beste bank. Hopelijk voor de storm nog. Want ik verwacht eigenlijk dat het met ongeveer 5 minuten gaat regenen en dan snoeit het ook. Dus laten we hopen dat we bij die bank kunnen komen voordat die storm opraakt. Getting hit by the storm. Ik wil relaxed om weer een keertje te fietsen, man. Het is wel echt lang geleden op een fietsie. Wat een ander gevoel, jongen. Heerlijk eigenlijk. Even geen rugtas ook op. Oh man, ongelooflijk. Lekker door Spanje heen. Oh, wow. Zagen jullie dat, guys? Moet je eens even kijken, lieve mensen. Dat was echt gek, hè? Kijk, we hadden net over die regenboog, toch? Kijk dit dan, lieve mensen. Ongekend. Wat een prachtig exemplaar is dit, jongens. Toch is niet? Halleluja. Kijk, lieve mensen. Zoals jullie kunnen horen, begint het buiten al flink te onweren. En we zijn nu in een supermarktje beland, omdat de banken dus niet deed. En ik heb net te horen gekregen dat ik in ieder geval 50 euro bij kan pinnen. Dus we gaan lekker eten zometeen in die albergen. Maar ik zit dus te denken om even een lekker wijntje te gaan halen. En daarnaast heb ik nog een supergoed idee, lieve mensen. Oké, dan lieve mensen, zoals jullie kunnen zien zijn we hier deze albergen aangekomen. Het is een heel klein kamertje met twee bedden en ik lig er alleen. Dus ik ga zo meteen lekker douchen. Ik heb heerlijk gegeten bij dit prachtige lieve vrouwtje. En we zijn gelukkig hier voor de storm aangekomen en ik heb nog één heel mooi ding voor mezelf. En natuurlijk ook een beetje voor jullie, lieve mensen. Ik heb een flesje champagne gehaald. En die gaan we morgen openmaken, lieve mensen. Het is nog even een verrassing. En ik heb het er al eerder over gehad. Maar wanneer we deze openmaken, dan zullen jullie weten waarom. En daar komen we morgen bij. Dat weet ik 100% zeker. Halleluja, lieve mensen. En zoals altijd. Heb lief. Houd moed. Amen.